Leclerc, een ongewoon zicht hier op SCV, een volledige Japanse jeugdploeg, vertel eens. Ja, ze zijn eigenlijk op uitnodiging van STVV naar deze week hier aanwezig. En ze zijn maandag binnengevlogen en ze spelen elke dag een wedstrijd. En ze worden dan ook gecoacht door de STVV jeugdcoaches. Ja, en ze worden gecoacht door de STVV jeugdcoaches. Ik denk dat dat wel een speciale belevenis is voor zowel de coaches als de Japanse spelertjes. Ik mag hopen van wel natuurlijk. Dat is zo, we hebben daar ondertussen wel wat ervaring in. We hebben al regelmatig Japanse jeugdteams over de vloer gekregen, omdat wij ook wel een samenwerking hebben met drie Japanse clubs. Zodoende hebben we al toch wel al een groot stukje ervaring met de Japanse jongens. Wat leuk is voor hun is dat wij ze kunnen onderdompelen in het Europese voetbalcultuur en wij kunnen natuurlijk ook van hen leren, vooral op gebied van mentaliteit en gedrag. Ja, ze zijn hier een hele week. Hoe ziet hun week er een beetje uit? Ze zijn dus, zoals je daar juist zei, maandag binnengevlogen. Maandagavond hebben ze tegen onze STVV-jeugdteams gespeeld. Dan 's morgens krijgen ze training van onze coaches. En 's avonds spelen zij wedstrijden, waaronder gisteren zij tegen NAC Breda hebben gewonnen. Heb je al talentjes gespot tussen de Kashiwa Dragons? Natuurlijk, dat is ook een stukje onze beroepsmisvorming waarschijnlijk. Dat we automatisch wel ons oog laten vallen op leuke spelers. En inderdaad hebben zij wel enkele jongens die wij misschien benijden.